Yo, wat is dat mensen, Marketwar Dynasty met vandaag weer een nieuwe video, weer over de FIFA 17 ratings. Ik doe vandaag mijn nummers 20 tot en met 11 en degene die net uitgekomen zijn op het moment dat jullie deze kijken, namelijk nummers 10 tot en met 4. Nummers 20 tot en met 11 waren gisteren al geleakt, maar omdat jullie vonden dat ik anders te laat was als ik het een dag later uploadde, want ik check mijn comments natuurlijk en ik hou er rekening mee. Dus daarom doe ik nu 20 tot en met 11 en 10 tot en met 4. In de hoop dat jullie ermee tevreden zijn en jullie gelijk up-to-date zijn met de nieuwste ratings. Doe alvast een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Deze video de 1400 likes scalen voor het feit dat dit de 14e dag op rij is dat ik upload. Dan zou het enorm awesome zijn. Ik weet dat ik wat laat upload nu natuurlijk, maar ik wil rekening houden met waar jullie blijkbaar behoefte aan hadden. Maar goed, zonder al te veel gedoe, laten we beginnen met nummer 20. Nummer 20 is een semi-controversiële, dat is namelijk Pepe. Nou, Pepe is nu 88 rated met 88 verdediger, 81 physicality en goede 70 plus pace. Maar de reden dat hij natuurlijk 88 is simpelweg, hij had al een goed seizoen met Real Madrid. En hij had natuurlijk een geweldige EK. Was misschien wel Portugal's beste speler. Nog belangrijker dan Cristiano Ronaldo. En dat is ook een deel van de reden dat hij natuurlijk geboost is naar 88. Naast dat iedereen natuurlijk al wat hoger is per linie. Zoals ik al had gezegd in de eerste ratingsvideo. Maar goed, Pepe, 88 rated. Higuain staat op nummer 19 met een 88 rating. En dus een plus 2 ten opzichte van vorig jaar. Nou, dit is een super, super logische. Hij verbrak het doelpuntrecord in de Serie A door geloof ik 35 keer te scoren in de Serie A. Daarnaast ging hij van Napoli naar Juventus, wat natuurlijk een enorme transfer is qua club. Daarnaast IE heeft natuurlijk ook partners met Juventus op dit moment, dus dat is ook nog een kleine hulp. Dus al met al 88 rating voor hem. Heel erg begrijpelijk en natuurlijk gewoon fucking awesome. Nou, de volgende is Paul Pogba, natuurlijk 88 rating, ook 87 dribbling en physicality. Daarnaast 80 shooting en 83 passing. 5 ster skills is super awesome. En ik weet dat sommigen jullie zich afvragen waarom heeft hij geen Manchester United kit aan op zijn kaartje. Omdat deze foto's waarschijnlijk genomen zijn tijdens de promo video die hij opnam met Juventus om het tijdens het aankondigen van de deal. En daarbij was Paul Pogba natuurlijk nog Juventus speler. Dus vandaar dat gelige shirtje dat hij aan heeft. Dat is de reden daarvoor. Nummer 17 is Antoine Griezmann. 86 pace, 85 shooting, 87 dribbling, 4 ster skills, high medium work rate, 88 rating. En je kunt gewoon niet anders zeggen dan dat hij het verdient. Stormachtige ontwikkeling de afgelopen jaren. 2 seizoenen op rij de topscorer bij Atletico Madrid. En al met al gewoon een fantastische speler. Topscorer ook van het EK. Was de leider van Frankrijk die ze echt naar de finale bracht. Hij was de nummer 1 reden. En 88 rating, ja, absoluut terecht. Ik bedoel, hij wordt tot de absoluut beste spitsen gerekend van Europa. Dus is het begrijpelijk dat hij zo'n hoge rating heeft. En nummer 16 is Thiago Silva met natuurlijk 90 defending. En ja, het is terecht bij hem. Ik bedoel, 89 is erg hoog. Maar als je mensen vraagt wie zijn tot de beste centerbacks in het voetbal schatten, dan wordt Thiago Silva sowieso in een van de rijtjes genoemd. En dat is volledig terecht. Ik bedoel, hij speelt weliswaar niet meer in een van de echt grote competities. Ik bedoel, Ligue 1 is goed, maar dat duurt zeker niet de beste. Maar goed, het is wat het is. Een 89 rating voor hem is zeker wel verdiend. Dan hebben we Luka Modric met 86 passing, 89 dribbling, 46 skills en weak foot, high medium work rate. Het zijn gewoon goede all-round stats. Nou, hij verdient het absoluut. Was afgelopen jaar goed fit, speelde echt heel veel wedstrijden voor Real Madrid. En het mooie is dat hij nu zo overrated is en door iedereen bewonderd wordt. Beseft dat hij in het begin bij Real Madrid gewoon als miskoop werd gezien. Maar hij heeft iedereen zo erg ongelijk bewezen. Zelfs in periodes van afwezigheid door het gebrek dat hij uiteindelijk bleek te zijn. Dus ja, enorm terecht. 89 rating, heel hoog. Maar ook echt een van de allerbeste CM's. En nummer 14 is Sergio Ramos. Nou, dit is een, ja, terechte, ja, misschien nee, had die 88 rated moeten zijn. Mensen gaan de vergelijking natuurlijk trekken met Piqué. Waar is Piqué? Want hij is niet in de top 50. Piqué is waarschijnlijk 86 rated. Vandaar dat hij net niet de top 50 haalt in het aantal spelers dat 86 is. En ja, ik vind 89 voor Ramos is erg hoog. Maar hij is ook gewoon echt heel goed. Ja, hij maakt wel eens een defensieve fout. Maar ten opzichte van David Luiz kan Ramos het verdedigend ook gewoon nog heel erg goed maken. Dus 89 rating voor hem. Ik begrijp het ook wel. Natuurlijk, de Champions League met Real zou ook meegeholpen hebben. De belangrijke doelpunten die hij daarin maakt. En dus de aandacht die hij terecht krijgt. Dus 89 rating voor hem. Ik zeg niet 100% dat ik het ermee eens ben. Ik ben het er ook niet mee oneens. Maar ik begrijp het wel. En nummer 13 is Thibaut Courtois. Thibaut Courtois is dus hoger rated dan Buffon, dan Cech, dan Jori en dan Handanovic. Nou oké, kan ik Handanovic misschien nog trekken, maar hij is niet beter dan Cech. En hij is zeker niet beter dan Buffon en ook niet beter dan Jori. Daar wil ik niet heel lullig tegen hem doen. Ik bedoel, Atletico was misschien wel de op 1 na beste keeper ter wereld. Maar vorig seizoen bij Chelsea, en eigenlijk gewoon ook zijn eerste seizoen al bij Chelsea, was het niet zo goed als bij Atletico. En ik vind dat als je hem een hogere rating geeft, want hij heeft nu een plus 3, dan vind ik dat hij op zijn max op één lijn moet zitten met Cech, Buffon en Jori. Maar dat is puur mijn mening. Laat me ook wel weten of jullie het wel terecht vinden. Denk ik persoonlijk van niet, maar ik ben er wel benieuwd naar. 12 is Mesut Özil. Mesut Özil dus ook 89 rated. Daarnaast heeft hij 87 passing, 86 dribbling en 4 ster skills. Vind ik 89 rated terecht. Als Arsenal fan ben ik er natuurlijk heel blij mee. Vind ik het 100% terecht.
waarschijnlijk net niet. Ik bedoel, zijn tweede seizoen zelf was nog steeds goed, scoorde ook iets meer, assisten iets minder. En ik begreep zijn upgrade in de winter, maar ik denk niet dat de upgrade volledig terecht is. 88 was gewoon prima geweest voor hem, maar weet je, dat is mijn mening. Nou, 11 is Sergio Aguero. Nou, hij verdient een 89 rating, 100% natuurlijk, om meerdere redenen. Is altijd belangrijk voor Manchester City, scoort veel doelpunten, presteert in grote wedstrijden. En zijn klasse wordt getoond wanneer hij afwezig is, door de kwaliteit die City dan echt wel mist. Het is een absoluut geweldige spits, waar EA tot nu toe elk jaar fout mee heeft, in de zin van, ze geven hem een upgrade in de winter, dan downgraden ze hem het volgende jaar, en nu hebben ze hem gewoon gelijk de rating gegeven die hij verdient vanaf de start. Dus ja, ben het hier wel zeker mee eens. Maar goed, nu komen zo meteen natuurlijk nog nummers 10 tot en met 4. Nou, op nummer 10 hebben we David De Gea, 90 rated, en absoluut terecht, naar mijn mening. De op 1 beste keeper van de wereld, maar dan ook echt. Dus je ziet hoe hij Manchester United tot de benen heeft gehouden de afgelopen jaren. Nu hebben ze eindelijk weer een goede verdediging voor zich. Maar hij heeft veel al het werk moeten doen de afgelopen jaren. 90 rating is zeker terecht, de beste keeper na Neuer. Op 9 Robert Lewandowski met ook een 90 rating. Nou, ook hij terecht. De snelste man in Bayern geschiedenis om tot 50 doelpunten te komen in 64 wedstrijden namelijk. Scoorde afgelopen seizoen doelpunt na doelpunt na doelpunt na doelpunt na doelpunt. Scoorde zelfs een keertje 5 in 1 wedstrijd, geloof 5 in 9 minuten of zo. De man is een ongelofelijke doelpuntenmachine. 90 is hoog, hij is niet de allerbeste, maar hij is zeker terecht. Naar de volgende is het team van het Boateng met 90 defending, 85 physicality en 79 pace. Beckham en Neuer, en je hebt de beste hyperlink in de game. Absoluut, 100% gegarandeerd, kan niet anders zijn. Maar het is ook terecht. Ja, mensen gaan die clippen bijpakken van dat hij één keer tegen Messi op zijn reet werd gezet. Ja, tuurlijk, iedereen wordt wel eens gepakt. Ik bedoel, laten we daar eerlijk in zijn, elke speler wordt wel eens gewoon voor schut gezet. Maar Boateng, absoluut één van de allerbeste centerbacks. Het is ter discussie of hij echt de beste is van allemaal, maar zeker één van de allerbeste. En daarom verdient hij wel die rating. Ibrahimovic weer terug naar 90 rating met 4 star skills. Nou, terug naar 90 is voor hem terecht. In het seizoen 14-15 scoort hij niet bizar veel voor zijn doen en speelde hij niet altijd evenveel. Maar in 15-16 speelde hij veel, scoorde hij veel. Hij was gewoon overal echt geweldig. Toonde natuurlijk dat hij nog steeds op leeftijd gewoon prachtige dingen kon doen met de voetbal. En zal nu zeker bij United hier en daar nog weer wat 90, ja, nog hogere dan 90 rated kaarten pakken. Dus laten Ibrahimovic, 90 is terecht. Had hij 5 star skills verdiend? Not sure, maar daar laat ik jullie over in de comments. Dan Gareth Bale is ook een 90 rated. Nou, dit is een super, super terecht naar mijn mening. Heeft ze afgelopen jaar echt het meest laten gelden tot nu toe naar mijn mening. Heeft natuurlijk ook een sterk EK gehad. Niet zijn beste, weet je. Het zwakte een beetje af na de poolfase. Maar het mag gezegd worden dat hij overal nog steeds een redelijk EK had. Net als natuurlijk heel Wills. Dus die 90 rating is wel te begrijpen. Nou, nu bij de laatste twee. En de eerste van de laatste twee is de beste keeper van deze generatie. Zeg maar de beste keeper sinds de eeuwwisseling. Naar mijn mening dan. En ik weet dat Buffon in zijn prime is slash is geweest. Van der Sar is geweest. Kaan is geweest. Er zijn zat grote keepers geweest. Maar Neuer, zie wat hij gepresteerd heeft. Gewonnen heeft. Gewoon echt als voetballende keeper toegevoegd heeft. Dat is een hele grote als keeper. Ik vind hem persoonlijk echt al, als je ziet hoe oud hij pas is. Ja, het is echt een ongelofelijke keeper. Dan nummer 4 is Luis Suarez. En hiermee kun je ook gelijk weten dat Neymar 92 rated waarschijnlijk zal zijn. Want 93 is wel erg much. Alhoewel, Neymar is natuurlijk een extreme high machine met een geweldige Olympische Spelen. Maar Luis Suarez 92 en dat is terecht. Qua spitsen, als je het echt hebt over de spitspositie, de beste ter wereld. Afgelopen seizoen outshined hij Messi en Ronaldo. En dat is lastig. Dat is heel erg lastig. Maar hij heeft het weten te flikken. En credits naar hem. Fantastische speler om te zien. Zowel als bij Groningen, als bij Ajax, als bij Liverpool, Barcelona. Hij blijft presteren, wordt steeds maar beter en beter. En ik kan niet wachten wat hij dit seizoen gaat doen. Maar dit waren de ratings van 20 tot en met 4. Als jullie morgen ook nog een video willen zien van, ja, weet je, je weet eigenlijk gewoon dat Neymar, Messi en Ronaldo zijn. Of mijn mening in ieder geval over. Laat me dat toch wel weten in de reacties. Doe dus vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie later. Tot ziens.